Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. In de vorige video had je gezien dat ik 550k bij elkaar verzameld had. Door het verkopen van eigenlijk alles wat ik uit de Advanced SBC's kreeg. Ik heb deze hele FIFA nog geen enkele cent uitgegeven. Ja, we zijn al bijna een week op weg en ik heb nog geen cent uitgegeven. Het is echt een mirakel jongens. En daarnaast heb ik alles verdiend door te handelen en de Advanced SBC's te doen. Hoe ik dat gedaan heb kan je dus zien door het rechts rechtsboven je scherm aan te klikken. en Dan kan je naar die video's, dan kan je even doorklikken. En dan kan je eventjes helemaal up-to-date zijn van mijn comeback. ...van FIFA 21. Maar ik had dus best aardige dingen gepikt. Ik had Aguero, Dybala, Sancho... ...ik had daarnaast een owner Joe Gomez... ...die gewoon een solide 100k waard was. En dan ook van die rare uitschieters... ...als zo'n Sissoko die dan wel vorig jaar goed was... ...maar nu gewoon voor 40k verkocht. Het was niet normaal. En daarom heb ik dus eigenlijk mijn hele starterteam omgegooid. Ik had namelijk een tijdje geleden een video gemaakt... ...waarin ik ging uitleggen wat mijn starterteam zou worden op FIFA. Toen heb ik een aantal kaarten gekozen als Lucas Moura. Uh, ik had gekozen om daartussen ook Richarlison te doen... En daarnaast nog wat namen eromheen. Omdat ik niet verwachtte dat ik zoveel packluck zou krijgen. Toen kreeg ik heel veel packluck, had ik meer dan 500k. En moest ik dus eigenlijk mijn hele team gaan omgooien. En komen dus uit bij de volgende selectie. In de goal hebben we Hugo Jori. Ik heb 30k voor hem betaald voor een ik algemeen doelman. 1 meter En is eigenlijk altijd een prima doelman geweest. Ik heb hem vooral voor chemistry gehaald, maar normaal moet Jory best wel wat balletjes kunnen stoppen. Op rechtsachter had ik ook gezegd dat ik Mukiele wilde halen. 1 meter 38, kopballen zijn sterker dit jaar, dus moet je daarop anticiperen door grote spelers. te halen 90 springen, 95 staande tackles en 93 onderscheppingen met de schaduw. Campstal betekent dat hij ook zijn pace compenseert. Met 87 versnelling en 97 sprintsnelheid. De eerste center is een wat kleine jongen. Hoog-hoog werktempo Lucas Hernandez. Ik moet even kijken wat ik van hem ga vinden. Want ik vind namelijk zijn combinatie van hoog-hoog werktempo en 1,82 meter. op eerste aanblik niet al te chill. Maar hij past het perfect in mijn team. Had goede staande tackles, goede agressie en op zich prima kracht. Dus we gaan kijken of hij. ...ja, staan staande kan houden in deze FIFA. En zijn partner in crime wordt klemmer Lang Le. Ik wilde eigenlijk eerst voor Militao of Diego Carlos gaan... ...maar die passen uiteindelijk niet perfect in mijn team zoals ik het wilde hebben. Dan moet ik het team wat om gaan gooien, maar dat kan ik nog zien. Zit dus er mijn plaats voor de division rivals. 37 verdedigen en 74 snelheid. Normaal hoog werktempo 1,86 meter. Hij kan met links en met rechts passen. Goede reacties, goede kracht. Heel goed verdedigend inzicht. Dus deze jongen moet het anker worden... In de verdediging. We gaan door naar onze laatste verdediger, de linksback, Juri Bercicje. 83 snelheid, 83 fysiek. Een heel erg sterke linksback, om dezelfde reden gehaald als de rechtsback Michelle. Hoge kracht, goede springen, goede verdedigende stats. Daarnaast ook prima pace met rond de 81. Dus we gaan kijken of hij ook snel genoeg is in deze FIFA. Door naar het middenveld. Ik heb drie spelers op het middenveld staan dat ik dus in de 4-3-3 start. Maar in-game gaat het wat aangepast worden. Onze eerste middenvelder is Dries Mertens. Hooglaag werktempo. altijd een fantastische speler geweest. Ik ben benieuwd wie die deze FIFA is. Hij is namelijk wel een rating omlaag gegaan. Maar heeft dus alsnog 99 dribbling. Wat lagere kracht. Maar wel goede passing en finishing. Dus hij gaat mooi als aanvallend midspelen in deze game. Daarnaast ook schot buitenkant. Voet geplaatst. Schot. Dus hij moet best een doppeltje kunnen maken. En dat gaan we dus ook zien dadelijk in de gameplay. Door naar Frankie, de jongens tweede middenvelder. Normaal hoog werktempo. 4 sterren skillboost, drie 3 sterren zwak pain, 90k. Ik verwachtte namelijk dat hij wat in prijs gaat stijgen binnenkort. 79 dus dribbling. Goede verdedigende stats. Goede kracht. Het is een speler die ik puur als controleur heb die een balletje kan verplaatsen over de breedte. Het is verder niet een sublieme middenvelder, maar hij is altijd, zoals vorig jaar, heel stabiel geweest. En ik hoop dat hij dat dit jaar na kan doen. Ik vond hem in ieder geval een fijne kaart op FIFA 20. Door naar de laatste middenvelder, Raja Nainggolan. Natuurlijk een goede link met Dries Mertens en de spits die je dadelijk gaat zien. Hoog, hoog werktempo. Hij wordt de verdedigende mid naast Frenkie de Jong. Wat meer verdediging gericht en wat hogere kracht en stamina... Die heeft dan iets minder pace, daarom heb ik schaduw op hem gezet. Om dus zijn snelheid en zijn verdediging zo maximaal te upgraden. En daarmee moet hij dus compenseren met zijn enige minpunt, wat dus wat minder pace is. En dan tot slot de aanvallers. Als eerste Inform, Herving Lozano. ex ditmaal drie sterren zwakbeen in plaats van vier sterren, wat hij wel vaak heeft gehad. Hoog-laag werktempo, dus perfect qua work rates. En ik heb er de afmaken-camstalp gezet. Daar heeft hij veel hogere finishing, positionering en schotkracht. Naast belangrijke lenigheid. En hogere dribbling. We gaan dus zien wat hij kan doen. Ik heb hoge verwachtingen van deze kaart. Had natuurlijk ook voor het eerst in lange tijd een goede wedstrijd gespeeld. Omdat hij niet echt heel goed rendeert bij Napoli. Door de, de spits Lautaro Martinez. Hier kijk ik het meeste naar uit. Om deze jongen te gebruiken. Viestere skills, viestere weekvoet, hoog normaal werktempo. Lautaro is momenteel een van de grootste talenten die er rondlopen op de spitspositie. En dat is met een goede reden. Hij scoort aan de lopende band voor Inter. En heeft dat ook dus qua stats, weer spiegelt in deze kaart. Met de Jager Kempstal heeft hij meer dan 90 pace, daarnaast ook goede afmaken. 94 en 99 positionering, wat nog meer wordt zodra je 10 teamgeest heeft. Daarnaast is het een kaart die groot is en kan koppen, met 88 springen en 40 nauwkeurigheid, 33 kracht en hoge agressie, met prima dribbling. Zijn balans is wat lager, we gaan kijken in-game of we daar heel veel last van gaan hebben. Maar het lijkt mij een heel goede kaart, helemaal dus met krachtige kopbal, flair, lijkt het mij de perfecte spits in mijn 4-2-3-1 formatie. En de laatste kaart ook een inform. Ansoumane Fati, een van de grootste talenten ter wereld, scoort ook heel veel voor Barcelona, al een bepaalde speler. En hij heeft dus al meteen de eerste week een inform gekregen. Nu moet ik ook eerlijk zijn, ik heb Ansu Fati voor het deel gekocht als een investering. Als alternatief heb je Ousmane Dembele. Die kost bijna dubbele. Terwijl deze jongen losstaan van de sterren skills en weak foot, maar sterren skills en weak foot heeft. Wel betere afmaken, betere stamina, goede dribbling met 34 lenigheid. En zijn balans. Goede passing, shooting pace. Dus uh, ja, we gaan kijken hoe deze in ons gaat presteren. Want het lijkt mij een kaart die nog veel informs gaat krijgen gedurende dit jaar. Maar eerst gaat hij dus met zijn 81 hopelijk uh, ja, goed renderen in dit team. Ik start dus in de 4-3-3-formatie, waardoor iedereen een volledige teamgeest heeft. Namelijk Dries Mertens krijgt direct de linkjes van Lozano en 99 Roland. Die geeft er een directe link aan Martinez. Dus zodoende gaan we met de 4-3-3 starten. Maar als aangepaste tactiek gaan we uiteraard naar de 4-2-3-1. Vier diepte. Ik heb dit op 6 staan qua spelers in de 16 meter, 5 qua breedte en gebalanceerd en gebalanceerd. Ik moet even kijken nog wat in game het beste werkt. Ik heb namelijk nog geen enkele wedstrijd gespeeld, dus ik kan nu nog niet weten wat goed werkt en niet goed werkt, maar dit werkt in de voorgaande jaren heel goed. Mertens zal vallen met Lozano en Ansumane Nefati op de flanken met uh, Martinez in de spits natuurlijk. Frenkie en als controleurs met de verdedigers als ze net ook zag. Lautaro op achterlinie kruipen voorin blijven, Dries Mertens op voorin blijven. Deze jongens op ondersteunende verdediging en Nylandoland en Frenkie de Jong op paasrichtingen afschermen. Achterblijft tijdens de aanval. Met de dekking in het midden. Mukiele en Yuri Berticicci op gebalanceerde aanval. We gaan eens dus kijken of zij als aanvallende backs wat uh, kunnen klaarspelen, mijn team. En als backup heb ik de 4-1-2-1-2 met Ansufati en Lautaro in de spits. Mertens aanval op mid. Met dan de rest van de namen zoals je hier ziet. Instructies: spitsen, gevarieerde aanval. Voorin blijven Antsoufati. Met van Lautaro Martinez achterlinie kruipen en voorin blijven. Dries Mertens voorin blijven. Frenkie de Jong paasrichting afschermen. Achterblijft tijdens aanval. En dekking in het midden. Met rechtsback en linksback opgebalanceerd. Met deze jongens gaan we dus de placement matches doen van de Vision Rivals. We gaan kijken waar we op uitkomen. Als ik ze alle vijf win, kom ik in de visie 2 en krijg ik 144k, als ik me niet vergis. In ieder geval meer dan 100k. Dus ik wil zoveel mogelijk van mijn wedstrijden winnen. Om meteen zo'n mooie start als premie te krijgen. Net alsof je de Software Champions League inkomt. Dus we gaan volledig zweten. We gaan kijken of wij onze mensen, onze tegenstanders kunnen vernederen met dit team. Wat in principe. Toch wel bovengemiddeld is op dit punt in de game. We maken ons op voor de eerste tegenstander en hij heeft een heel standaard team. Wel Alex TS als goede naam, daarnaast een paar lane spelers met Obama Young en Alexander Arnold. Maar jongens, als ik dit niet win, dan wordt het wel heel erg drama qua dit jaar. Ik moet echt enorm gaan wennen in deze game. Het is namelijk toch wel anders dan voorgaande jaren en ik heb de voorgaande jaren eigenlijk altijd de game eerder gehad. Ik kon dan spelen via EA, via het Game Changes netwerk of ik kon al. Op een paar evenementen de demo spelen of wel een eerdere versie. Nu heb ik nog geen enkele game gespeeld. Terwijl deze man hier een grote fout maakt. Uh, en dan kan ik eens even kijken hoe de game nu speelt met de nieuwe jaargang. We gaan hier met Lautaro Martinez even een mooie actie maken. Draait snel om zich heen en de paas is wel iets minder. Daar loopt Fati heel lekker met zijn 90 pace. Kijken of hij Alexander-Arnold eruit kan rennen. En hoe belangrijk pace is. Hij komt uit met zijn doelman Lopje. En het is dan een gratis golazo met Ansu Fati. Heerlijk doelpunt binnen de eerste 10 minuten. Alles goed voor het zelfvertrouwen. En Ansu Fati dus de eerste scorer van mijn FIFA 21 carrière op Ultimate Team. Dan gaan we hier dan opnieuw met Lautaro Martinez. Korte hoek. En die schiet hij er echt onberispelijk binnen. Ongelooflijk doelpunt. Ja, de 2-0 staat al op de teller. Hier komt hij wel met Jan oh, vrij. Man. Maakt er een goede beweging. En nu moet ik hem stoppen. En dat doe ik niet. En dan scoort hij de 2-1. Ik was eventjes niet aan het opletten in de verdediging. En dat is wel jammer. Mijn doelpunt was heel onnodig. Ansufati. Kleine beweging. En dan nu in de korte hoek. Jazeker. Geweldig erin geschoten door Ansufati. 32 afmaken. Maakt voor hem niks uit. Hij schiet hem er heerlijk met zijn zwakke been in. Daar loopt Dries Mertens. Hij heeft nog weinig laten zien deze wedstrijd. Maar kan dat dus nu doen met een klein fake shotje. Die werken nog steeds heel goed dit jaar. 1-4. En de tegenstander drukt op start. Einde van de wedstrijd. Jazeker. Verbinding verbroken. Eerste win van FIFA 21 is binnen. Lozano is 6,2. De hele game niet gezien. We gaan door naar wedstrijd nummer 2. Tweede tegenstander die op mijn teamblad komt is een Frans team. Houssem Aouar, Fekir. Uh, we hebben heel veel goede namen. Maar of ze beter zijn dan mijn team, ik denk het niet, Job. Oi oh, jongens, dit is alweer een lekker doppeltje om te krijgen. Zo'n uh, heerlijke rebound, zoals die wel eens uh, eerder hebben gezien in eerdere FIFA's. Lautaro dan hier met de kopkans. En hij schiet hem erin met het hoofd. Dus eigenlijk kopteam erin. Heerlijke goal. Lautaro opnieuw belangrijk. Met zijn kopkracht, zoals je ziet. Wat een stuk belangrijker is dit jaar. Want Sifati loopt daar heerlijk vrij op uh, links buiten. Maar we gaan even kijken of we het spel op deze manier kunnen verdelen. Want Mertens krijgt hij de bal bij Lozano. In het midden staat daar Lautaro. Moet hem alleen erin schuiven, maar dat wordt wel een beetje lastig. Nou, Lozano, kleine beweging. Hoppa, dikke dribbeling. En nu door de paas. Gratis doelpunt. En daar staat hij weer. Big Lau. Oké, okay, Dries Mertens, komt u maar. Wat gaan we doen? Een kleine beweging. Hij is het helemaal kwijt. En dan vliegt hij rechte kruising in. Dries Mertens, daar heb je hem voor. Dries Mertens, kleine beweging. En daar is de naaier helemaal gezien. De beentjes zijn gewoon compleet open bij deze Belg. Als hier dus uh, de 1-4 kan scoren, jazeker. Lautaro met de hat -trick. Het kostte eventjes, maar dan heb je ook wat. De verbinding met de tegenstander is verbroken. Ook de tweede tegenstander houdt ermee op. Lautaro met een 10.0 voor zijn hat-trick. Niet geheel onverdiend. We waren ook heren en meester in deze wedstrijd. We gaan door... Naar wedstrijd nummer 3. En op dit tempo kom je dadelijk gewoon in een lekkere divisie terecht. De teams worden langzaamaan ietsjes beter. Paulinho, Bakambu en aan de rechterkant ook nog Memphis Depay. We gaan kijken wat hij kan. Ook dit team moet ik kwalitatief kunnen verslaan. Dan gaan we gaan even kijken. Heerlijke beweging van Frenkie de Jong. Daar Antzufati geeft natuurlijk terug aan Lautaro. Die moet hier afmaken. En dan een heerlijke relling van de doelman. Daar komt weer Lautaro. Moet alleen even een keer. De ruimte krijgen om goed uit te halen. Dat blijft van nu even uit. Want hij goed staat te verdedigen. Goed zijn mannetje staat te dekken. Maar daar komt Dries Mertens. Met mogelijke kans. Moet in het midden nu eigenlijk Lozano lopen. Maar daar komt Lautaro. En die staat daar heerlijk. Met zijn positionering om die bal erin te schieten. We moeten dit gewoon winnen. En Lautaro moet hem op sleeptouw nemen. Dries Mertens. Wat gaan we hiermee doen? Genoeg kracht om de man van zijn balletje te houden. Dus door naar Dries Mertens. En dan nu een finesse shotje. Uh, in de kluts. Ja, die doelpunten bestaan dus nog steeds. Zijn ze smerig? Jazeker. Maar ik accepteer ze wel. Lozano daar heerlijk vrij aan lopen. Lautaro met een goede paas. We kunnen eens kijken of Lozano zijn 95 pace kan gebruiken. Een van de dingen waar hij toch wel het beste in was bij PSV. Gewoon keihard rennen. En dan mag hij nu een assistje geven op Ansu Dat lukt niet, meer in de rebound dan Mertens. Wat is die doelman aan het doen? Zelfs ik zou die ballen nog uithouden, denk ik. Weinig woorden veld te maken in deze wedstrijd. Prima 1-3 overwinning. We begonnen dus op een achterstand. Maar dat motiveerde me alleen maar meer om deze pot te winnen. Drie division rivals potjes. Alle drie gewonnen. Want uh, tot dusver gaat het best lekker. Mijn tegenstander letterlijk één schot op doel. Ik had er 12, Mocht we dus wel wat meer afmaken. Maar toch, 6% balbezit. Dit was een prima en verdiende overwinning. Ik besloot om even rust te nemen. Maar het vierde team wordt toch wel een stukje lastiger. Joe Gomez, Vardy in vorm. Martial Pogba. Dit wordt de lastige pot. Maar we moeten deze winnen om zo hoog mogelijk te plaatsen. Is het buitenspel of niet? Nee, het is geen buitenspel. Oké, okay, nou hier komt onze rechtsback. Die moet Mertens teruglopen. En dan is dit onze goal. Kom op, we spelen beter. We hebben ook meer kansen. Maar hij is zeker niet ongevaarlijk. We moeten hier goed mee omgaan. Maar dit eerste doelpuntje al lekker van onze rechtsback. Nou komt u maar. Dit moet de beweging worden. Nu naar Lotaro. En die moet dit afronden. Kom op, hij blijft zo heerlijk aan de bal. Wat is dit heerlijk afgemaakt? Je ziet hier: 85 kracht betaalt zich uit. We hebben zoveel kansen gehad. Maar ze niet af. Maar Lotaro is daar doorslaggevend. Wat een heerlijke spits. Nou, nu dan. Lautaro. Hij staat helemaal niet meer te dekken. En dit is een gratis doelpunt. 3-0. Toch uiteindelijk het derde doelpunt gevallen. En dan was dit dus de vierde overwinning, jongens. We zijn lekker op weg. Lautaro, de grote man. Lozano en Fatih weer redelijk onzichtbaar. Ik moet tot nu toe even nog kijken wat ik daarmee ga doen. Maar wel een overwinning. We hebben ook het betere van het spel gehad. Met 64% balbezit en meer schoten. Door naar de laatste game. De laatste plaatsingswedstrijd. En we komen meteen een redelijk standaard Bundesliga-team. Nu wil dat nog niet alles zeggen. Want mensen zijn soms goed met mindere teams. Maar vergeleken met de vorige tegenstander. Moet dit op papier te doen zijn? Nou, Mertens, hier loopt hij heerlijk vrij. En dit moet hem zijn. Kom op, en nu een bewegingje, extra stapje. Oh, dit moet hem zijn, jongens. Oh, daar loopt Vati heerlijk vrij. Is dit buitenspel of niet? Nee, het is geen buitenspel. Nu schieten, wat een heerlijke afronding. 32 finishing. Vati blijft top en top cool. Het is volgens mij niet eens een uitspraak, maar het is wel de 1-0. En we staan dus met een half been in de visie 2. En dan zat er uiteindelijk in deze wedstrijd niet al te veel actie. Eén doppelt van Ansufati. Maar het was ook een heel moeilijke tegenstand. Die echt wel wist wat hij aan het doen was. Als je een iets beter team had, was het echt denk ik al gelijk spel geweest. Of nog erger. Maar we hebben de overwinning. Ansufati was toch gewoon mijn man of de match. Ondanks dat Frankie die jong het hoogste cijfer heeft. We gaan terug naar het team om de laatste dingen te bespreken. En kan ik ook mijn mening geven over wat ik van het team vond. Alle vijfde wedstrijden gewonnen komen uit op 1800 vaardigheidsbeoordeling. Daarmee divisie 2 en 124k aan plaatsingbonus. Daar kan ik heel veel leuke dingen mee doen. Wat ik er precies mee ga doen. Dat ga ik uitleggen in de volgende video. We gaan even terug naar de selectie om te kijken wie ik nou goed vond en wie ik iets minder vond spelen. Ik moet zeggen, als aanvallend mid is Dries Mertens echt een geweldige voetballer. Vijf wedstrijden, vijf goals, vijf assists. Hij gaat voor mij heel veel plezier bezorgen op FIFA 21. Want het is echt een geweldige aanvallend mid. Die kleine, behendige spelers zijn dit jaar ook weer heel goed, wat ik tot nu toe heb gemerkt. Dus uh, ja, dat is zeker een goed teken. Lautaro weet ik nog niet. Wel zeven goals, twee assists. Het is een heel goede spits. Ook veelzijdig met goede afmaken, goede kracht en koppen. Zijn dribbling is ook prima, ondanks dat zijn balans niet al te best is. En je merkt wel dat hij niet de lenigste speler is. Maar ik moet alleen even kijken of de spits, dus die in mijn manier van spelen valt. Ik vind hem tot nu toe heel goed. Alleen voor sommige mensen zal hij misschien niet de ideale spits zijn. Sufati het heel goed, daar ga ik heel veel winst op maken, denk ik. Lozano eigenlijk weinig gezien. 1 assist, 0 doelpunt. Ik moet zeggen dat ik ook niet heel erg onder indruk was van hem. Zijn lenigheid is wel goed te merken, zijn dribbelen ook wel. maar... Verder ben ik niet onder de indruk van zijn shooting, zijn passing of eigenlijk zijn andere statistieken. Moet ik misschien even nog een alternatief voor gaan verzinnen? Ik zit te denken aan Lucas Moura, maar dan moet ik weer Mertens weghalen. Dat vond ik ook wel zonde. De enige echte zwakke broeder was Mukjelle. Ik vond hem niet heel fijn. Hij was gewoon niet lenig genoeg op rechtsback. Ik moet toch een behendige rechtsback hebben. Als opkomende back was hij wel belangrijk bij een doelpunt. maar ik denk dat ik hem wel uiteindelijk ga vervangen. Langlet, een baas van een verdediger. Echt een ongelofelijke goede speler. En Bertcice was ook prima, al heb ik eigenlijk wel. Misschien het idee om Jordi Alba te halen. Dan kan ik namelijk ook eventueel een andere centerback halen. Met een goalkeeper-link. Dus al met al, heel veel goede spelers. Frenkie, goed. Niengoland is heel goed. Lautaro is goed. En Dries Mertens is geweldig. Ansu is sterk. Lozano en Mukiel nog vraagtekens. Hernandes is gewoon prima. Jorrie, goede doelman en Bercicie. Ga ik denk ik toch Jordi Alba van halen. Wat ik met de andere coins ga doen. Ik heb wel een idee. En jullie gaan dat zien in de volgende video. Voor nu wil ik jullie graag bedanken voor het kijken. Jullie kunnen nu ergens in je scherm klikken op een van mijn andere FIFA 21 video's. die je misschien nog niet gezien hebt. En je kan natuurlijk abonneren. als je dat niet gedaan hebt. We gaan weer volop FIFA 21 content maken. Het jaar is pas net begonnen. De game is net uit. Dat kunnen we allemaal vieren. Dus met wat lekkere gameplay. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En tot die tijd. zeker later mensen.